U wilt natuurlijk fijn en veilig wonen. Gezonde lucht in uw woning is hiervoor erg belangrijk. Zeker in deze tijd van corona. Voor een goede, gezonde luchtkwaliteit moet er genoeg schone lucht binnenkomen in uw woning. Ook moet vervuilde lucht eruit. Hiervoor zorgt u door goed te ventileren. In deze video leggen we uit hoe u dat doet. Uw woning heeft een centraal afzuigsysteem voor alle woningen in het hele gebouw. In uw woning zitten roosters waardoor oude lucht wordt afgevoerd. Omdat het nu extra belangrijk is dat vervuilde lucht wordt afgevoerd, passen wij de instellingen van dit systeem aan. De afzuiging staat daardoor meer uren per dag op de hoogste stand. Zo wordt de vervuilde lucht in uw woning nog beter afgevoerd. Misschien kunt u de afzuiging hierdoor wat meer horen dan voorheen. Maar de gezondheid van u en anderen in uw woning en gebouw staat natuurlijk voorop. Zorgt u dat de ventilatieopeningen in uw woning altijd vrij en schoon zijn? En laat u het ons weten als er iets niet goed werkt? De centrale afzuiging voert oude lucht af, maar er moet natuurlijk ook frisse lucht binnenkomen. Heeft uw woning ventilatieroosters? Zet deze dan altijd open, ook als het buiten koud is. En maak de roosters regelmatig schoon. Heeft u geen ventilatieroosters? Zet dan altijd een raam of klepraam op een kier. Zet dagelijks tenminste een half uur ramen open. Doet u dat in meerdere kamers tegelijk, dan trekt de schone lucht goed door uw huis heen. Krijgt u bezoek? Lucht uw woning dan een half uur voor en een half uur na het bezoek. Dit doet u door ramen te openen. Als u een afzuiger in de keuken heeft, gebruik deze dan altijd bij het koken. En zet ook even een raam open. Heeft u een raam in de badkamer? Zet deze dan tijdens en korte tijd na het douchen open. Maar niet te lang. De badkamer moet ook weer opwarmen om schimmelvorming te voorkomen. Haal na het douchen met een trekker het achtergebleven water van de wanden en de vloer. Ook belangrijk, sluit de deksel voordat u het toilet doorspoelt. Dit helpt om verspreiding van bacteriën via de lucht te beperken. Hang uw was als het even kan buiten te drogen. Zo voorkomt u veel vocht in uw woning. U hoeft niet bang te zijn dat ventileren zorgt voor hogere stookkosten. Een open rooster of raam op een kier zorgt voor beweging in de lucht, waardoor warmte beter door uw woning wordt verspreid. Door aandacht te geven aan een goede luchtkwaliteit, zorgt u voor een fijn thuis voor uzelf en iedereen die in uw huis komt. Gezond wonen doen we samen.